week I was doing a lot of interviewing in Montreal and in Chicago. And my aim was to find the story of the sportsman, but also of the volunteer or of the fan, or the story of the volleyball. Of the story of Pien and Bianca. Verhaal van, en nu het verhaal van de volleybal. De bal ligt hier helemaal alleen. Pak hem even op. Dan ga ik hem terugbrengen naar... one moment, I'm doing the story of the volleyball. Where does it have to go? Where do you want the ball? You want it just here? There you go. I think he only speaks French. But anyway. I think he only speaks French because he didn't know how to respond. But that was the story of the volleyball, and the volleyball already is in play. I think it's that one, unless it's changed again. So how do you like the competition? Love it. Yeah? Yes. When are you playing again? After this match, I think. After this match? Yes. And what kind of match is that? Is it a semi-final, quarter-final? Quarter-finals. Oh, cool. With a team from Holland. Yeah. So what do you expect? Major win. Uh-huh. And you are from? Puerto Rico. Puerto Rico. And he's adapted by the Dutch, Dutch team. This is the San Francisco cheerleader for the Dutch team. And this is one of the Dutch players. And where is the andere Nederlandse speler? Die zit al op de tribune met het herkenbare oranje petje. Met het oranje petje. Oké, dus dat is het team. En die gaan straks de kwartfinale. De kwartfinale spelen tegen een team uit Toronto. Oké. Waar we wat nog een appeltje mee te schillen hebben, omdat de eerste dag we lelijk van ze verloren hebben. Of het nippertje weliswaar, maar één speler heeft ons het wel ontstaan en die hebben we nu helemaal in de knip. Goed zo. That's the spirit. Dan gaan we een Nederlands aanval bekijken. Setup. Wordt opgevangen en net over het net gewerkt, maar hij is uit. Weet jij wat voor wedstrijd het is? Halve finale of achtste finale. Achtste finale. Ja. Met een van de teams van Nederland. Ja. Royal Blok Holland. Royal Blok Holland. Four player Canada. Oké. Okay. En dit is dus een knock-out finale. Dus als ze verliezen dan is het eruit en anders door. Achtste finale. Ken je de Nederlanders goed, volleybal team? Ja, je bent Nederlander. Dat zien we ook. Ja, allemaal roze blok. En weet je al wat de Nederlandse wielrenners vandaag gedaan hebben? Goud en brons. En zilver. En zilver? En zilver. 1, 2, 1, 2, 3. Ben jij zilver? Ik ben zilver. En dan gaan we hier door. We hebben hier goud. Kick-ass, Fred de Vrede? Ja. Fred de Vrede uit Eindhoven. En wat is jouw reactie naar de race? Nou, viel wel. Wanneer had je het idee dat je zit? Direct aan? Toen ik in de laatste ronde nog bij kon blijven in de tegenwind. Toen ik tegenwind al lekker mee kon. Ja. Dat was belangrijk. Oké. Okay. Dan gaan we nu naar nummer 3. Ja. Jan Mulder. Ja. Nou, zeg het maar. Ja, ik ben ontzettend blij met mijn medaille. Ik had niet gedacht dat ik het in had. Goed zo. Het is leuk, hè, racen? Ja, cool. Zetel ging ik naar de eindstreet. Maar hoe is het met nummer 2? Met nummer 2 daarvan? Gaat het ook wel goed. Ik had gisteren een ontzettende down dag. Dat wil ik eerlijk toegeven. En ik kwam eigenlijk gewoon omdat ik MVP gewonnen had. En omdat ik heel erg moe was. En eigenlijk vind ik dat wel een beetje kinderachtig. Maar zo is het eenmaal. Zo leer je jezelf kennen. Ja, maar nu zijn we gewoon weer lekker 1, 2, 3. En, mooi. Nou, daar zijn we altijd blij. Beach volleyball. Oké, kut. And here we are waiting for the criterium to start. I just had a rollerblading relay. As you see, the roads are wet again. When we started, the roads were wet, and then so we hardly could race well the first rounds. But then after a few rounds, they dried up, and it was a real race. It was a fun race. I'm glad I'm not doing the criterium today, even though the pack is quite small, so you got some chances. But I need to sit this one out. David is in there, the Dutch guys are in there, Alessandro there with on the front with a Swiss shirt on. A lot of guys here that I know from racing in Chicago and this week.
And in that sense, it's fun to see them, but it's also fun to just relax. I think they're all a bit nervous. The streets are wet. Tinas! And somebody called Tinas is in there. And it's always crampy in those small streets. Let's see who was calling for Tinas. Who was calling for Tinas? You were calling for Tinas. And who is Tinas? The one at the back with the gray beard. With the gray beard, but Tinas sounds very Dutch. Is he Dutch? Belgium. Belgium. Oh, Belgium. Well, it's almost Dutch. Let's just see the starts. And here they're away. Come on, guys. Come on. And they're gone. And how did Tina start? Had Tina's een goede start? Ja, een geweldige start. Binnen Okay. Ja. Heeft Tina's al meer gedaan deze week aan fietsen? Gisteren, de wegwedstrijd. Ja. Oh, oké. Okay. En hoe? Heeft hij brons gehaald. Oh, heel goed. Gefeliciteerd. Mooi. En gaat hij nog meer doen? Nee, dat is het. Oké. Okay. Ik zeg wel, valt wel mee. Maar het valt echt niet mee. Als je het hele kopje in één tempo doordoet. Laten we even vragen aan deze toevallige voorbijkomsten. Ja. Hoe goed voor haar was. Wat gaat er door je heen? Poepoe, dat was lekker. Ja, dat is een hele goeie. Ja. Voor de intimie, dat is een bekend citaat. Van Martin. Of van Marmot. Ja. Zo, lekker. Hoe gaan we naar huis? Zo, terug langs. Oh, langs dat mooie huis. Oké. Okay. Heb ik nog een leuk filmpje. Oh. Het hele mooie huis. Doen we net alsof het jouw huis is. Ah. Dan ga ik daar staan. Ja. En dan kom jij eraan. En dan is het van, nou Martin, je bent thuis. Je eten staat klaar. Oh, dat is leuk. Oh. Maar dan moet ik dit stuk natuurlijk wel eruit snijden. Anders is het geheim verklapt. Oh ja. In the Montreal So you can see we were even becoming kind of famous towards the end. But all good things must come to an end. And so I had to leave Montreal even before the closing ceremonies with Liza Minnelli. Nou, ik had het Nederlands team naar de sluitingsceremonie. Ze zongen net nog het is stil aan de overkant. En dat is waar, want dit is de overkant. Mensen die naar een hotel gaan en naar huis, zoals ik. En zij gaan die kant op, een feestje bouwen. En ik moet naar huis. Nou, we zijn nu eindelijk bij Martin thuis beland. Hier woont Martin dus. Nou, is niet slecht, hè? En af en toe mag ik logeren. En dan mag ik daar in dat zijgebouwtje logeren. Nou, dit is de omgeving. Oh, ik geloof dat Martin eraan komt. Ja, Martin. Martin is er. Hi. Oh, ik ga het zo. Prachtig plaats. Oké. Welkom thuis. Ah, dankjewel. Heb je eten klaar voor me? Ja, maar dan moet je wel een van je geheimen prijsgeven. Oké. Okay. Nou, mijn eerste geheim. My first secret. I will do it in English so everybody will know. Oké. My first secret was the uphill climb, hill climb op Kopje Bloemendaal. And my second secret is red. Oké. Okay. Vandaag is rood. De kleur van jouw lippen. Zijn. Vandaag is rood van rood in blauw. Heel mijn hart voor
So we'll have a little break. I'll be right back. Je bent een wonder voor me, denk ik tel aan door mijn vinger prikt. Rood is mijn bloed, dat valt op de grond. Even lijk ik verloren, maar jij brengt mijn vingers naar je mond. En je kust ze, en ik weet, vandaag is rood. De kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood in blauw, heel mijn hart voor jou. Geel van de rood bedekte daken dat ik van je hou. Vandaag is rood van liefde tussen jou en mij. So this is Bernadette, and well, this is a famous picture from behind, which is what we say. And if it weren't for Bernadette, I would not be such a good cyclist. Oh wow! I wouldn't be a cyclist at all because I was looking for an event. Oh, this is a beautiful picture of Bernadette. I was looking for an event in Sydney. And I did triathlon because Bernadette does triathlon. That's why I did it. Yeah, it's true. Again. You pissed over there too. There. I pissed on him. Got his attention. I was riding and I had to pee, so how did you do that? Like that. Okay. No, just don't smell it with the camera, otherwise. Ooh, that was close. It was. All right, we actually have our results already done for the team. So how did Mrs. trial. Ireland go? So I'm actually a swimmer. Make your way I just over come to here with the, my girlfriend today. They're the big today, deal with the registration ones today. That's what we'll do the medals. So I became a cyclist for the come team. Come on over here. And, so I'm not doing too bad. And what swimming did you do? Drink, well, three silver, two gold. Oh, excellent. Cool. What distance is it? 200 meters I am. Wow. 100 meters butterfly, 50 meters breaststroke. Wonderful. So, you're going to be a triathlete now? Oh, I'm second in the triathlon. I got second in the sprint track. You're already. Yeah. So you are used to the bike? Oh yeah, a bit. Cool. My bike is my worst. And how do you know this guy? We don't. He just sang to me. Oh. He just sang to me. He just said, I needed a woman for this part. And I said, but you know. I am a woman. That's what I said. And I said, well, I reminded him of this problem. Okay. Way back when. Yeah. No, we were little kids. We used to do shows. Yeah. We sang this song to each other. So now many years ago. So you found what you were looking for. Yeah, I did. Just a cute little Irish girl.